deze week, welke week zitten we? Week 5 van de Summer Challenge. En ik realiseerde mij dat ik best wel wat dingetjes heb laten zien, tips heb gegeven. Vooral over plannen, over de trainingen. En daarbij verwijs ik jullie natuurlijk ook door naar alle andere video's. Dus dan had ik het idee om weer wat meer te gaan doen met voeding. Wat meer te gaan vertellen over voeding. Toen dacht ik, weet je wat, ik ga weer een hele dag bijhouden wat ik zelf eet. Dat is leuk voor jullie om te zien. Maar deze week was echt een drama voor mij qua eten. Ik begon een beetje slecht, want ik was zondagavond uit geweest naar een verjaardag met vriendinnen. En toen had ik best wel wat gedronken, althans voor mij, want normaal drink ik echt nooit. Maar het was best gezellig en er werd champagne aangebroken en daar heb ik een paar glazen van mee gedronken. En toen nog wat mixjes en toen werd ik maandagochtend wakker met heel erg veel hoofdpijn. Dus toen heb ik eerst heel veel glazen water gedronken en toen ging het alweer snel. Maar ik merkte wel dat ik eigenlijk meteen een beetje bleef hangen in het zin in suiker en zin in lekkere dingen. Eigenlijk kreeg ik gewoon een beetje scheid aan wat ik naar binnen werkte. En het kwam ook een beetje omdat ik geen boodschappen had gedaan, dus ik had eigenlijk geen goede dingen in huis. Ik vergreep snel naar slechte dingen en niet alleen maar natuurlijk. Ik bedoel, ik ben wel altijd wel van mijn gezonde ochtendshake en dat soort dingetjes, volkorenbrood natuurlijk wel. Maar zo rond de middag en vooral rond avondeten dacht ik gewoon, we doen het eens even een keer wat anders. Toen kwam ook nog donderdag, die video hebben jullie misschien wel gezien, dat ik meeging naar de Febo-fabriek en daar een uitleg over kreeg. Toen werd het ook nog eens duidelijk dat het eigenlijk niet zo heel erg slecht is. Althans, minder slecht dan dat ik had verwacht. En toen heb ik me aan de kroketten vergrepen in hamburgers. Nou ja, who cares? Het kan, echt waar. Ik kom echt niet aan van een paar keer een misgrijp. En dan zou ik aankomen, dan past dat nog steeds in mijn doel. Want mijn doel is namelijk niet afvallen. Even wat andere dingetjes opzoeken. Leuke boeken ben ik altijd heel erg van om uit te zoeken wat nou leuke boeken zijn. Want ja, natuurlijk is het handig als je gewoon even een recept opzoekt. Trouwens, een leuke tip daarvoor is voeding.nl. Want dan kun je echt bijvoorbeeld in je koelkast kijken. En nou, dan zie je, hey, ik heb nog broccoli. Hey, ik heb nog dit, ik heb dat. En dan typ je die ingrediënten in op voeding.nl. En ik ga die eigenlijk vanzelf kijken wat daar voor gerechten voor zijn die je kunt maken. Dus dat is echt super leuk als je even geen inspiratie hebt. Of misschien geen boodschappen hebt gedaan. En nog een paar ingrediënten in de koelkast hebt liggen. Dat je denkt van, wat moet ik ermee? Ik moet toch nog wel iets mee, want anders is het niet meer goed. Nou, dat is echt super leuk. Nou, een andere tip is, ga boeken lezen. Want boeken, die geven je vaak toch net even wat meer goede informatie. Dan dat je van alles op internet gaat bij elkaar zoeken. Want internet is zo groot en iedereen kan zijn mening geven. Iedereen kan van wat vertellen. Niemand hoeft een opleiding of wat dan ook te hebben. En natuurlijk, er zitten super goede tips tussen. Sommige mensen hebben echt de meest handige dingen waar je gewoon echt heel ver mee komt. Maar boeken, die spreken mij meer aan. Omdat ik dan gewoon lekker in mijn hand kan houden en kan lezen. En deze die kreeg ik van mijn schoonmoeder om een keertje door te lezen. Het was voor dieet voor vrouwen. Ik ben even gaan kijken en dan vooral naar het voedingsgedeelte. Zie je al? Meer eten, meer spieren, minder vet. Want dat is mijn doel. Nou, dat is superleuk. Ik begon te kijken naar de recepten die hierin staan. En echt, mijn complimenten voor de mensen van dit boek. Supergoede recepten. Echt hele goede ingrediënten waar ik helemaal achter sta. Richtlijn 1. Eet 6 keer per dag. Inderdaad. Algemeen bekend. Nou ja, uitleg erbij, alles erin. Maak van de 12 krachtvoedingsmiddelen de basis van het wasportdieet. Inderdaad. Nou oké, ik kan wel zeggen welke voedingsmiddelen dit gaan zijn. Maar ik ga ze even opnoemen. Volgens het boek en volgens mij ook, want ik sta hierachter. Amandelen en andere noten. Bonen en peulvruchten. Spinazie en andere groene bladgroenten. Zuivel, magere, halfvolle yoghurt en kaas. Havermout, ongezoet. Dus gewoon de normaalste die je vinden kan. Ook niet die met kaneel, want ook daar zit weer suiker bij. Eieren, kalkoen of ander mager vlees.
pindakaas. Ja, die heb ik jullie ook al heel vaak verteld, hè. Als jullie mijn video's hebben gezien, dan weten jullie dat jullie pindakaas mogen eten. Olijfolie. Olie is belangrijk, hoor, voor je vetten. En volkorenbrood en ontbijtgranen. Helemaal goed. Eiwitpoeder. Eiwitpoeder. Frambozen en andere rode vruchten. Oké, ik zelf zou hier nog wel even aan willen toevoegen de blauwe bessen. Mijn favoriet. Drink geregeld een shake. Ja, heel goed. Gaat hier om mijn doel, hè, van de spieren. Wat ik ook heel erg leuk vind van dit boek, er staat stop met calorieën tellen. Natuurlijk, als jij echt precies wilt weten wat je binnenkrijgt en een precies doel hebt van hoeveel kilo jij zou willen afvallen, dan kun je calorieën gaan tellen. Je hebt daar ook de goede apps voor, wat ik ook in mijn eerste video vertelde van deze challenge. En die apps die zeggen je eigenlijk precies ongeveer hoeveel calorieën je binnen hebt gehad. En dan kun je een goede berekening maken hoeveel je zou moeten sporten of hoeveel je minder zou moeten eten. Supergoed allemaal. Maar hier staat stop met calorieën tellen en daar ben ik het echt helemaal mee eens. En zeker voor dit doel. Spieren opbouwen, minder vet. Natuurlijk, het gaat om minder vet. Maar dat is zo belangrijk wat je dan gaat eten. Het drinken van 8 glazen water per dag heeft echt veel voordelen. Ja, dat klopt. Het is wel zo, als je veel gaat sporten, moet je ook meer drinken. En ik ben niet echt van 2 liter water wegdrinken in de ochtend, omdat je dan een betere huid zou krijgen. Ik zelf zit dan alleen maar te plassen de hele ochtend. En dat lijkt me ook niet echt de bedoeling. Drink gewoon wat je nodig hebt. Dus inderdaad gewoon rond de 2 liter, maar dan wel verspreid over de hele dag. Het staat allemaal echt supergoed nog uitgelegd in dit boek. Mocht je het prettig vinden om iets te lezen in je handen, dan is dit echt een aanrader. En het is voor vrouwen, dus het past ook helemaal in mijn doelgroep. En het is niet gesponsord. Je kan hem wel bestellen via de link hieronder. Soms heb je wel iets van die weken. Het kan eigenlijk niet in een challenge. Maar de ene dag begon het al met een verjaardag. Toen kwam er een bruiloft tussendoor die ruim 12 uur duurde. En ook nog eens een dagje zeilen met familie. Dus ik ben wel lekker in beweging geweest. Maar ik heb eigenlijk niet genoeg krachttraining gedaan. Dus dat moet ik nog even een beetje inhalen. Oké, volgende tip. Stel, je weet niet of het nou effect heeft wat je aan het doen bent. En je hebt een beetje moeite om je aan een bepaald voedingsschema te houden. Of je weet niet waar je beginnen moet. Begin dan bij het opschrijven van wat je precies eet. Of je dat nou in je fitnessball app doet. Of gewoon in een schriftje. Begin bij, of in je agenda. Begin bij de eerste dag van de week. Vanaf maandag tot en met zondag ga jij een week lang alles, maar dan ook alles opschrijven wat je naar binnen werkt. Dus ook je drinken. Na die week ga je eens even goed kijken naar dat lijstje. Heb je het echt volledig ingevuld naar waarheid? Dan zul je heel erg snel je foutjes gaan ontdekken. En bij de dingen die jij vaker terug ziet komen, waarvan je weet dat het slechte dingen zijn, moet je je realiseren dat dit bepaalde patronen zijn die terug blijven komen als je daar niet een verandering in gaat brengen. Die verandering die kun je echt heel makkelijk erin brengen. Bijvoorbeeld drink jij elke keer een glas frisdrank, skip dat en vervang dat voor water. Vanaf nu drink je dan bijvoorbeeld in plaats van dat glaasje frisdrank alleen nog maar water. De eerste aantal keren zul je misschien denken, gadver, moet ik nou echt water gaan drinken, want je bent dat andere gewend. Maar na ongeveer 13 keer heb je je gewoonte aangepast en zul je het water normaal gaan vinden. En op het moment dat je weer eens een keer frisdrank neemt, zul je misschien denken, oh lekker, eindelijk weer eens een keer en nu geniet ik er echt van. Of je denkt, godver, wat is dit eigenlijk zoet zeg. En dat zijn allebei twee positieve dingen. Dus het kan eigenlijk niet anders dan dat het positief gaat uitpakken. Volgende week is de laatste challenge week. Dus wil je nog dingen vragen over fitness, voeding, lifestyle, het 6-weken-plan, challenge, hoe daag je jezelf uit, hoe word jij strak voor de zomer, of gezond, of gelukkig, of fit? Plaats het hieronder je vraag en deel deze video ook, want dan kan ik ook andere mensen weer verder helpen. Een duimpje omhoog geven alsjeblieft. Kijk! Ja,
boodschappen zijn al gedaan. En volgende week zal ik dus echt even wat meer ingaan op het eten zelf.